Vanaf deze week ga ik opnieuw langs bij organisaties die gesteund worden door alle spelers van de Nationale Loterij. Vandaag krijg ik een rondleiding van Boer Tom op een van de bioboerderijen die met de hulp van de landgenoten kan blijven groeien. Oh, en die zijn zo roze. Oh, lief. Dag Tom. Hallo. Amai, ik ben verliefd. Ja, dat is leuk, hè. Zijn dat uw varkens? Wel, wij zijn een boerderij met drie boeren, maar ik zorg voor de varkens. Wij zijn de boerencompagnie. Wij doen heel veel verschillende dingen, dus we hebben... Ik heb hier al van alles gezien, hè. En kersen en kippen en groenten, denk ik. Ja, groenten, bloemen, graan, bijen hebben we ook. Ja, we melken de koeien. Dat is hier eigenlijk een supermarkt op het veld. Zo zou je het kunnen zeggen. De klanten tekenen in aan het begin van het seizoen en zij betalen ons vooruit, waardoor wij als boeren zeker zijn van ons inkomen. En dat is echt een luxe. En nadien kan je ook gewoon concentreren op het echte boerenwerk en zorgen dat alles goed groeit en bloeit. Mm-hmm. Snijteke. Fotomodellen. Die zijn wel heel gelukkig hier precies, hè? Voilà. Alsjeblieft. Wow. Alles wat niet in de rij staat, mag weg. Ja. Zeg, maar dat is hier wel groot, hè? Ja, de hele boerderij is nu 38 hectare. Het is toch eigenlijk kei moeilijk als je niet uit een boerenfamilie komt en je hebt geen gronden om dan boer te zijn of boer te worden? Ja, aan grond geraken is een van de allermoeilijkste dingen, dat moet ik toegeven. Ondertussen bestaat de Landgenoten, dat is een coöperatie, ja, die bioboeren aan grond helpt. Uh-huh. Is ook gesteund door veel verschillende organisaties, zoals de Nationale Loterij, om die opstart te kunnen doen. Dus wij huren dat van de Landgenoten. We hebben een contract voor de rest van onze carrière. Ja. Zo goed. Ja. Ik zal hier maar wat verder schoffelen, want ik heb eigenlijk daar juist een kers gepikt, dus ik moet die terugverdienen. Ja, zo gaat dat hier. Dat is wel een voordeel van uw job, hè? IJs op het werk. En nog vele andere lekkere dingen, hè. Ik heb het eigenlijk nog meer op aardbeien en kersen en zo, als je dat echt recht van de plant kan eten. Zijn jij fier, Tom, op wat hier allemaal is? Ja. Ik had het ook nooit gedacht, omdat iedereen in het begin zei van boer worden. Dat gaat niet lukken of dat is heel, heel moeilijk. Maar we verdienen ons een boterham, kunnen doen wat we willen. Dus ja, wat wil een mens meer in het leven? Hè? Dat is waar. Misschien een ijsje, maar... Op het leven, jong.